FC Groningen onder 14 speelde afgelopen zaterdag de bekerfinale tegen FC Utrecht, de koploper van divisie 1. De ploeg van trainer Jeroen Scholma wist te stunten door in de halve finale Feyenoord met 1-2 te verslaan. Hier is Utrecht. Maar de voorzet kan net niet worden binnengewerkt. Zwijghuizen-Rijgersberg. Maar zijn poging gaat net langs de kruising. Hier weer Utrecht. Attali. Hij schiet wild over en verzuimt FC Utrecht op voorsprong te schieten. Splinter Klinkhamer aan de linkerkant. Goede voorzet. Doelpunt. FC Groningen onder 14 staat op voorsprong in de bekerfinale. Emmanuel Camara schiet de bal vol in de bovenhoek. Hier weer Utrecht. Een misverstand en daar is de gelijkmaker. Attali nu wel met het doelpunt. En zo staat het 1-1 op Sportpark Corps Den Hoorn. Direct vanaf de aftrap. Luc Kort. Goeie bal van Kort. Daar is Isibor. Maar zijn schot gaat rakelings naast. De hoekschop van Utrecht. Plantinga. En daar is de 1-2. Boas Plantinga kopt FC Utrecht op voorsprong. En zo draait FC Utrecht het helemaal om naar rust. Dus moet FC Groningen onder 14 op zoek naar de gelijkmaker om een verlenging af te dwingen. Luc Kort. Stormt door de defensie van Utrecht. Gaat nog een mannetje voorbij. Zo hé, wat een doelpunt. Luc Kort schiet FC Groningen onder 14 op 2-2. En dus gaan we hier 2 keer 15 minuten verlengen om te bepalen wie de winnaar wordt van de beker voor onder 14 teams. Bright van Dijk aan de linkerkant. En daar is Deli Naber en hij werkt de bal binnen. 2-3 voor FC Utrecht in de tweede helft van de verlenging. Naber. Bright van Dijk, nu is het andersom en daar is de beslissing. Bright van Dijk, het schiet erin bij het maken van het doelpunt. Maar met de 2-4 beslist hij de wedstrijd. En zo wint FC Utrecht onder 14 de beker.